Yo Nintendo fans, welkom bij een nieuwe Mario Sunshine video. We moeten gaan sprinten tegen Il Pantissimo. En eens even kijken hoor. Kijk, daar staat hij hoor. Jij kan niet sprinten. Nee, jij kan lekker sprinten vanuit je buis. Nou, Piet is weer bij de hand aan het doen, jongens. Hey, Il Pantissimo. Hij zegt, and now is your race to the flag. Oftewel, we moeten daar naar boven. Ik ga eens kijken of dat in één keer gaat lukken. Want ik weet niet of ik de weg weet, jongens. It is a race to the finish flag. And only one can triumph. By the way, the current record is 35 seconden. Ready, set, go. Oké, ready, set, go. Kom maar. 1, 2 en 3. Oh, 2 en 3. Oh, ik ga verliezen. Ah, kom op. Potverdorie. Kijk waar we zijn. Oh nee, dit gaat niet. Ik ga verliezen. Waar is die? Oh, hij lacht me gewoon uit. Dit was gewoon warming up. Oké, kom maar vriend, kom maar. Ik pak je aan. Ik ga winnen, sowieso. Hoppakee, saltootje achterover, go, en tempo. Ja, dit gaat lekker. Nu moeten we hier ook even de walljump goed doen. Let's go. Even goed walljumpen nu alsjeblieft, Mario. Ja, toppie. Oké. Au, ik kan hier wel overheen volgens mij. Ja, lekker. Ren! Wat ben je nou aan het glijden? Kom op, Mario. Kom op. Dit had veel sneller gekund, maar als ik nu al bij die paal kom, dan ben ik al blij. Wat? Ja! El Pantissimo. Hij zegt, and we will meet again. And goodbye. Oké, we gaan elkaar dus nog een keer ontmoeten voor een nieuwe race. Volgens mij kan dit echt in 25 seconden als je alles in één keer goed doet. Anyway. Hoppakee, de eerste shine van deze video. En shine nummer 25 hebben we binnen. En door naar episode 6. We moeten rode muntjes gaan verzamelen in het koraalrief. Rief. Ik kom gewoon even niet meer op wat een Nederlandse woord is. Nou ja, we moeten in ieder geval daar naartoe volgens mij. Woehoe. Ja, daar is het rif. Is het gewoon rif? Koraalrif. Ja, het is gewoon rif, denk ik. Ik zie daar ook een blauw muntje trouwens. Misschien moeten we gelijk even die blauwe pakken. Lekker Mario, kom maar. Pak hem. Bijna. Kunnen we sneller? Pak hem nou. Ik word belazerd. Nu dan. Wat? Pak hem gewoon! Ja, hè? Waarom is dit zo moeilijk? Oké, de volgende stap is om de 8 rode muntjes te gaan zoeken. Ik zie er hier sowieso één bij deze vissen. Kijk, dat is 1. En daar bij die andere vissen is er ook 1. Go. Hoppakee, nummertje 2. Ik zag ook een of andere hele grote vis. En ik denk dat ik gewoon hier doorheen moet gaan zwemmen. En dan komen we vanzelf al meer muntjes tegen. Kijk, hier is er bijvoorbeeld 1. Ja, dit is nummer 3. En hier ligt nummer 4 tussen deze dingen. En dan mogen we nu op zoek naar nummer 5. Die zal wel hier ergens zijn. Ja, kijk, hier is nummertje 5. Daar zie ik al nummer 6. Ja, oké. Nou, dit gaat best wel soepel. Nummer 6 is daar. Nummer 7 ligt hier. Nu alleen nog nummer 8. Waar is de laatste? Zou het kunnen zijn dat die hier ergens is? Nee. Hier zou nog eventueel kunnen. Ja, kijk, daar ligt hij. Daar is muntje nummer 8. Ja hoor. Oh. We worden achterna gezeten door een vis. Maar ik heb hem. Ja, de megavis die kwam even achterna. Maar volgens mij gaat hij me nu met rust laten. In ieder geval, hier is de shine. De vis is nergens te bekennen. We gaan hard. Lekker man. Er zit een goed tempootje in deze video. Doe een blauw duimpje omhoog en abonneer als je Nintendo video's vet vindt. Want op dit kanaal vind je elke dag de leukste Nintendo video's. En de laatste episode in deze wereld, dat is ongetwijfeld weer dat we Shadow Mario moeten gaan pakken. Ja, zie je Shadow Mario After Him. Dat is elk 7e episode in elk level. En hij loopt daar hoor, op het strand, met zijn kwassie. Eigenlijk is het dus gewoon Bowser Jr. Hè? Dat heb je kunnen zien in de vorige afleveringen. Als je die niet hebt gezien, ga het sowieso even checken. Want Bowser Jr. die schuilt gewoon achter dit masker. Kom maar. Oh, hij gaat opeens wel heel snel. Kom. Schiet hem. Ja, top. Schiet. Oké. Ja, wij doen ook deze mooie salto. Waar is die? Daar is die. Pak hem. Oh, ik raak hem echt vol. Pak hem. Hij gaat nu hier omhoog. Ja, ik heb hem al. Hoppakee, hij gaat helemaal niet omhoog, jongen. Jij gaat gewoon hier liggen en ik pak jou, vriend. Haha!
Nice. Zo jongens, dit is alweer de derde. De derde shine in deze video. We gaan zo hard. In de eerste drie levels hebben we nu al 7 sterren. Dus we moeten nu naar Pinnapark of Noki Bay. En er moet ergens nog een wereld verstopt zijn. En volgens mij weet ik trouwens waar dat is. Want op het dak moet nog een leveltje zitten. Hier op dit dak. Dan moeten we even deze pineapple, deze ananas weg zien te halen. Maar dat gaat nu blijkbaar nog niet. Weet je wat? Dan gaan we gewoon weer naar het pretpark. Door ons af te laten schieten. Zo, hier. Hoppakee, biggie boom. The wilted sunflowers. Zonnebloemen. We moeten op zoek gaan naar zonnebloemen. Oh, en die liggen hier op het strand. Oh, die zijn inderdaad uitgedroogd. Oh, nee. En ik zie allemaal Yoshi-eieren. Eens even kijken wat we hier moeten doen, hoor. Gaan we Yoshi vinden? Dat zou echt leuk zijn. Oké, deze slapen nu. Ik kan met de zonnebloemen praten. En hij zegt, dat ei is net uitgekomen op het strand. Waar? 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 Auw. Thanks. Waar is een ei uitgekomen? Moet ik jullie water geven? Oh ja, kijk, ik kan ze water geven. Misschien moet ik even met iemand praten. Heb jij me iets te vertellen? Hij zegt, ik denk niet dat Yoshi's hele slechte figuren zijn. Oh! Ja, maar waar is Yoshi dan? Hallo? Ik heb deze baby hier gebracht om te kijken naar de zonnebloemen, maar dat gaat niet. Want de zonnebloemen zijn uitgedroogd. En deze guy wil me gewoon iets verkopen, hè? Hij zegt, ik denk dat jij gewoon zonnebril nodig hebt. Nee. Ik hoef geen zonnebril. Waar vind ik Yoshi dan? Moet ik deze water geven? Is dat wat ik moet doen? Ah, oh, 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 het is helemaal geen Yoshi. Holy crap. Kan ik jou verslaan? Ik denk dat dat een moeilijk verhaal wordt. Misschien nu. Misschien nu. Hoppa. Oh, kijk, en nu verschijnen er allemaal kleine zonnebloempjes. Oh, moet ik jullie allemaal verslaan? Oh, en deze zonnebloem is nu weer levend. Ah, dit is wat we hier moeten doen. Oké. Oh, daar gaat hij weer. Hij springt. En dan moeten wij op hem springen. En dan... Boom! Ja, en dan maken we de volgende zonnebloem weer levend, denk ik. Juist! Oké, vriend. Ik ga jou even helpen, ja? Hoppakee! Oh, ze ontnemen natuurlijk de zonnebloemen de zon. Ja, ze gaan voor die zonnebloemen liggen. En daardoor krijgen de zonnebloemen geen zon meer. En daardoor zijn ze, denk ik, helemaal uitgedroogd. Klinkt heel raar. Ik vind het een hele rare theorie. Maar misschien werkt het zo in de wereld van Mario. Oké, nog 2 te gaan. Hoppakee. Wee, 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 wee. En dikke doei. Kijk, die leeft ook weer. Begint er allemaal weer wat vrolijker uit te zien nu. En de grote bazenmeester zonnebloem leeft ook weer. En daar krijgen we de volgende shine van. Maar ik weet het niet hoor. Maar ik heb Yoshi nog niet gezien. En we zitten alweer op 28, jongens. Ah, kijk, hier is meneertje met zijn Yoshi-ei. Freaking Bowser Jr. heeft hem weer, hè? Daar. Daar is hij weer. De schavuitvlerk van dit spel. Pak hem. Dit gaat helemaal goed komen. Dit gaat helemaal... Waar ga je naartoe? Kom dan. Een beetje wegrennen met mijn Yoshi-ei. Pak hem! Ja! Nice! Geef dat Yoshi-ei aan mij! Oh, we moeten een banaan brengen naar Yoshi. Er is vast wel iemand hier die banaan voor mij heeft. Ja, kijk. Oké, kan je nog saltootjes maken, Mario? Lekker. Oh, oh. Terwijl even goed positioneren. Zo, ja, lekker. En dan hier. Hoppakee, Yoshi, alsjeblieft. Alsjeblieft. Het is een roze Yoshi. Hey, Yoshi. Let's go. Yoshi, eet maar lekker op. Hier. En dan kunnen we, als het goed is, in deze buis... Ja! En dan zijn we opeens in Serena Beach. De Manta Storm. Hallo. Oh, er is hier iets gebeurd, jongens. En deze meneer zegt... Oh, 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 vertel me dat mijn nachtmerrie voorbij is... zodat jij me kan redden. Ik weet niet waarom, maar ik denk dat jij wel capabel bent. Het is pas net gebeurd. Er was een gigantische manta gekomen. Hij was super dun en een soort van silhouet. Hij kwam langs en toen was heel het hotel opeens vervormd... naar deze elektrische goop. Oftewel, zijn gebouw is weg. Zijn hotel is weg. Oh nee, daar is hij weer. Ja, wij moeten deze waarschijnlijk gaan verslaan met water. Hij is inderdaad echt super jong. Huge. Holy crap. Oké. Hoe gaan wij dit doen? Oh, 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 oh. Wat gebeurt er? Moeten wij hem kapot maken? Ja, we moeten er dus water op gooien. Oh ja, nu is hij iets kleiner geworden. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Ja, ja. Ik denk dat dit werkt of zo. Pak hem. Pak hem. Pak hem. Ja, lekker. Oké. We gaan naar het strand. Let's go to the beach. Each Nicki Minaj style. Ik zeg altijd Nicki Minaj. Ik weet niet. Ik kan Nicki Minaj niet heel serieus nemen of zo. Dus ik noem er ook Nicki Minaj. Pak hem! Oh, oh, oh. Crap, nu zijn er te veel. Oké, kan ik misschien gewoon zo rondjes draaien en dan dit zo? Dan haal ik gelijk even wat meuk weg.
Ja, kijk, dit werkt supergoed. Dit werkt supergoed. We maken nu allerlei kleintjes, maken we gelijk in één keer kapot. Dus dat gaat top. Ik kan hier ook lekker een beetje water pakken. Dus, auw, oké. Ik moet wel op blijven passen. Nice. Die kleintjes zijn trouwens echt supersnel. Pak ze! Shit, ik ben weer geraakt. Ik ben weer geraakt. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Kom op, Mario. Nu moet je wel eventjes je best doen. Hier komt trouwens ook die elektrische shit niet. Dus dat is wel heel nice. Auw, oké, we moeten wel oppassen. Ik heb nu nog maar 3 levens namelijk. Als ik nog 2 levens heb, dan moet ik denk ik eventjes weggaan. Dan moet ik eventjes chillen. Wat een puinhoop maken die gasten ervan. Kijk hoeveel meuk er overal ligt. Oh, oké, nu heb ik nog maar 2 hartjes over. Oké, we gaan heel even kijken of we nog wat muntjes kunnen verzamelen. Top, dat was er 1. Misschien ligt er hier nog 1. Ja, top. Oké, hier kunnen we gewoon een beetje chillen. Ja, dit gaat wel goed. Dit gaat goed. Oké, misschien kan ik weer een rondje draaien. Zo, hoppakee. Oké, een soort van. Ik ga nu weer snel naar het strand hoor. Want op het strand voelde ik me wel veiliger eigenlijk. Nice. Ik zie er nu nog 5. Oh, nog wel meer. Ah, ik ben er echt bijna nu. Ze zijn bijna allemaal kapot. Lekker Mario. Lekker. Nog 2 hier zo. Is dit de laatste? De laatste ga ik in stijl pakken. Let op. Hoppa. Nice. Dit was hem. Ze zijn kapot. Ja. En het hotel komt weer terug. Het hotel van deze meneer. Nou, graag gedaan. Ik heb je hotel weer gefixt, jongen. Doet Mario gewoon even. Hotel Delfino is dit. Oh. Dus eigenlijk moet iedereen hier slapen. Iedereen die Delfino Eiland bezoekt, moet in dit hotel slapen. Nou, dan is het wel makkelijk dat ik dit hotel heb gefixt. Alhoewel, de politieagenten letten nog steeds op Mario. Dus ik zal voorlopig nog niet in een hotel slapen. Maar Peach moet hier wel slapen. Nou, dan heb ik dit gedaan voor Peach. Fantastisch, je bent geweldig, je bent mijn held. Oh, jij wilde ook net dat ding gaan pakken? Oh, oké. Ga je nu zeggen dat jij dit ook had kunnen doen? Nou, ik ga maar gewoon die shine pakken. Die hoteleigenaar die doet een beetje stoer. Hoppa. Nummertje 29. En zo hebben we volgens mij 5 shines gepakt in deze video, jongens. Doe een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer toffe Nintendo video's. En wil je me live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!